Duurzame ontwikkeling is niet haalbaar zonder een solide partnerschap tussen de private en publieke sector, zei president Chandrika Prasad Santokhi tijdens de Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit. Gerichte investeringen in de sociale en fysieke infrastructuur zijn ook nodig om de duurzame ontwikkeling te stimuleren. Met de ontwikkelingen die India in de afgelopen tijd heeft doorgemaakt, hun voorzitterschap in de G20 en de rol van de Indiase burgers in de diaspora, is de gelegenheid gecreëerd om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van zowel Suriname als India. De klachten die de samenleving heeft over de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde BTW worden door het ministerie van Economische Zaken geregistreerd. Alle klachten worden doorgespeeld aan de Belastingdienst voor verdere afhandeling, zegt minister Reshma Kuldeep Singh. Op dit moment kan ECD BTW niet controleren. Het is een wet van de belastingen, dus de belastinginspecteurs en de controledienst van de belastingen gaat controle doen op ECD. Ook op die prijzen, de mannenprijzen in de winkels, daar vertalen ze eigenlijk naar de consument. Dus kijk, de prijsopdrijving, daar gaat Economische Zaken nog steeds over. Maar als het gaat om BTW, dat men BTW heft zonder dat men een certificaat heeft of de prijzen opdrijft zonder de regels van de belasting na te leven, dan gaat de controle daarop, gaat de belastingen doen. Kuldeep Singh zegt dat in de toekomst de Belastingdienst en Economische Zaken samen op pad zullen gaan om controle uit te oefenen in de kwestie rond de nieuwe regels bij de import van auto's ouder dan 8 jaar, zegt Kuldeep Singh te staan voor een dilemma. Ik ga u zeggen, ik zit nu met 700 auto's. En we kijken naar een optie. Kijk, het is al die tijd gebeurd. We kijken naar een optie en samen met het Openbaar Ministerie, we hebben een clusterministerteam dat is samengesteld om te kijken hoe wij of maatregelen gaan treffen of een schikking gaan doen. Maar vanaf januari gaat geen enkele ontheffing worden verleend voor auto's ouder dan 8 jaar. Men hoeft niet eens naar het ministerie van Economische Zaken te komen ontheffing te vragen, want we gaan het niet accepteren, omdat het bij wet verboden is. Dus, en we zijn bezig de wetten te herzien, want we hebben de milieuconventies getekend, we hebben het Parijsakkoord getekend, waar we aan ons moeten houden. Dus we gaan, en ik in een gesprek met mijn collega van ROM. De minister zegt verder dat zij samen met haar collega richting 2027 streeft naar een importstop op auto's ouder dan 5 jaar. Als Suriname internationaal meedoet aan conventies, moeten wij ons houden aan de regels, zodat de president niet op zijn vingers getikt wordt, legt de minister uit.